groep verontruste docenten hoopt dat de Kamerleden met het zwartboek aan de slag gaan. Want als straks alle oudere kleuterjufferen er niet meer zijn, gaat een hoop kennis van hoe het echt moet met kleuters verloren. Kom binnen in onze nederige stoel. Erika Ritsma is medeoprichter van de werk- en steungroep Kleuteronderwijs, de WSK. 39 jaar werkte ze in het basisonderwijs, waarvan 29 jaar als kleuterleerkracht. Al die jaren maakte ze het beste van de vele veranderingen in het onderwijsbeleid die haar steeds weer dwongen om anders met haar kleuters te gaan werken. Tot het haar in 2012 te gortig werd. Met haar brief "Ik stop ermee" maakte ze veel los. En toen stond ik daar op dat podium, toen dacht ik, oh my god, waar ben ik aan begonnen? Al die mensen, was ik natuurlijk helemaal niet gewend. Nee. En ik was toen echt ook best wel nog verdrietig. Dus dan vind ik, de emotie zit er ook nog wel een beetje in naar voren. Verdrietig? Oh, ja, omdat ik dacht, ja, ik ga nou gewoon stoppen, omdat ik het er gewoon niet mee eens ben. Ja. Dat is natuurlijk best een besluit na 39 jaar. We creëren in het huidige kleuteronderwijs bijna 17e-eeuwse toestanden. Ook toen werd een kind beschouwd als een volwassene in zakformaat die zich zo snel mogelijk de vaardigheden van de volwassene eigen moest maken. Wij draaien momenteel de creativiteit van kleuters de nek om. En het zal mij benieuwen, want als de kleuter eenmaal geforceerd een schoolkind is geworden, kunnen we er jammer genoeg niet opnieuw een kleuter van maken om de aangerichte schade te herstellen. Maar niet alleen uit het onderwijs. Wat voor soort reacties kreeg je? Nou, allemaal mensen die zeiden, nou, ik kan me hier helemaal in vinden. En waar gaat dit heen? En ik ben de liefde voor mijn vak aan het verliezen. Want ik ben niet, ik heb dit vak niet gekozen voor wat ik nu moet doen. Want dat zijn eigenlijk allemaal secundaire dingen. En de primaire dingen waar ik eigenlijk voor gekozen heb. Liefde voor het kind en kinderen begeleiden. En naar een hoger level brengen. Dat geldt eigenlijk allemaal niet. Er wordt alleen maar gecontroleerd op wat ik aan het doen ben. En het is eigenlijk niet meer mijn baan. De baan wordt van bovenaf bestuurd. Dus, maar dat kwam ook vanuit politie, mensen die in de zorg werkten. Eigenlijk was die frustratie heel breed. Die ligt niet alleen op het onderwijsgebied. We hadden op een gegeven moment 3 computers om mensen te beantwoorden. En toen heb ik een brief gestuurd naar de vakbond. En toen zei ik, ik kan niet al deze mensen persoonlijk beantwoorden, maar ik wil een reactie plaatsen en willen jullie er alsjeblieft voor mij plaatsen dat ik dank zeg voor al die reacties en dat ik niet in de mogelijkheid ben, maar dat ik toch deze mensen via het blad dan kan bedanken. En toen zei ze, nou dat vinden wij niet relevant, dat doen wij niet. En toen heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Want ik dacht, ja, je kunt wel de knuppel in het hoenderhok gooien, maar ik mag het niet netjes afmaken. Dus toen was ik boos. Ik heb ooit een les moeten geven over de functie van kamers in een huis, project wonen. En toen zei een van de kleuters in de kring, zei ineens, oh, wij hebben thuis 1 kamer en daar staat een heel groot bed in. En daar slapen mijn papa en mama samen in. En toen zei al die kleuters, oh, daar hebben wij thuis ook. Toen ging het helemaal niet meer over de functie van kamers. Toen ging het ineens over bedden. Over het formaat van bedden. Dus het ging over babybedjes en een babytje in een wiegje. Sommige kinderen sliepen nog in een peuterbed. Andere kinderen hadden een grote mensenbed. Prima. Maar ik voldeed natuurlijk niet aan het doel van die les. Alleen was het een geweldige les. Er werden naar de rand bedden geknipt. Er werden bedden geschilderd. Er werden bedden gebouwd. Het leefde. En toen dacht ik, nou, wat is hier mis mee? Ik ben ingesprongen op de kinderen, op de belangstelling van kinderen. Ze zijn er continu mee bezig en iedereen weet iets over groot en klein. Maar als ik was beoordeeld op dat moment, dan was het fout geweest. Want? Want het doel was de functie van de kamers benoemen. Maar dat is niet altijd wat bij de kinderen leeft. En dat is bij kleuters zo typisch. En op het moment dat je dan die functies gaat behandelen,
dan zijn ze daar eigenlijk nog helemaal bezig met die ontdekking van wauw, iedereen heeft een vader en een moeder in een groot bed. En dan ga jij zitten drammen over die functies van die kamers. Dat is niet helemaal zoals het hoort. Je moet dan aansluiten op wat er bij die kinderen leeft. En dat is dus aansluiten op de belevingswereld van kinderen. En dan heb je altijd de aandacht. Directe instructie is vaak, vind ik, heel saai. Het gaat een beetje voorbij aan het creatieve denken van kinderen, want je zet een koers uit. Maar Montessori en Froebel hadden alle twee ook in hun lesjes een stappenplan van introduceren van een nieuw onderwerp, werken met het nieuw onderwerp, laten herkennen en uiteindelijk reproduceert het kind het zelf. En dan oefen je het nog heel vaak, zodat het geautomatiseerd wordt. Dus dat is niet nieuw. En het wordt nu wel verkocht als nieuw, maar in principe herken je dat ook in andere aanpakken van vroeger al. Dus maar het gaat erom wanneer je het inzet, hè? Denk ik. Precies. En het werkt heel vaak erg goed bij kinderen die gewoon niet zo geconcentreerd zijn. Bijvoorbeeld Montessori, die maakte de tafel leeg en die leerde een kind dan bijvoorbeeld met cilinderblokken werken van groot naar klein. Dan stonden er alleen cilinderblokken, dat cilinderblok van groot naar klein op de tafel. Verder niks. En de leerkracht gaf de instructie en het kind mocht ermee experimenteren. En dan was het klaar en dan mocht het kind ermee spelen. Dan was er verder niks, alleen het kind, de leerkracht en het cilinderblok. En dat werkt heel goed als een kind snel afgeleid is. Want ik heb dat ook nog heel vaak gebruikt, naderhand bij bijlessen met buitenlandse kinderen en zo, om het zo sec mogelijk te presenteren. Peuters en heel de jonge kleuters die bouwen vaak torens. Die vallen nog 25 keer om. En dan grijpt zo'n stagiaire meteen in en die zegt dan, nou, ik ga even de techniek leren. Maar zo'n kind vindt het gewoon heerlijk dat die toren steeds omvalt. Dat is gewoon een spelletje en dat is ook gewoon een lekker ervaring. Lekker de macht over het materiaal en zo. Dus die opbouw, die kennen ze dan niet. En op het moment dat ze die wel weten, grijpen ze ook niet meteen in. Want er wordt tegenwoordig meteen ingegrepen. Maar als een kind een blok klei heeft en die zit er iedere keer met zijn vinger een gat in te steken, ja, dan maakt hij wel niks. Maar dan geniet hij gewoon van die macht over het materiaal. Je hoeft alleen je vinger erin te steken en dan gebeurt dat iets. En dat is gewoon heerlijk. En waarom zou je dan meteen moeten zeggen, nou, kom op jongen, we gaan er nu een tegeltje van maken. Nee, laat hem lekker die vinger erin steken. Dan vergeet hij nooit meer. En de volgende keer dat hij die klei ziet, weet hij alweer, oh ja, als ik mijn vinger erin stop, dan komt er een gat in. Dat is gewoon het opslaan van ervaring. En op een gegeven moment als een kind het woord klei hoort, dan hoeft hij die klei al niet meer te zien. Dan denkt hij, oh ja, daar horen al deze ervaringen bij. Maar je moet ze wel eerst ervaren hebben. Want anders kan het niet. Een taartpannenkoek. Wat maakt de kleuterperiode nu zo uniek? En wat is dan eigenlijk goed onderwijs aan kleuters? In Vlaanderen nemen ze zulke vragen heel serieus. Zo heeft de Hogeschool Odyssee een afzonderlijke hbo-opleiding voor kleuterleerkrachten. Voor mijn documentaire Het kind en het badwater reisde ik af naar Aalst voor wat een boeiend gesprek zou worden met Johan de Wilde, die programma's ontwikkelt voor de professionalisering van kleuterleerkrachten. Niet gebruik maken van het feit dat kleine kinderen eigenlijk uit zichzelf patronen gaan zoeken, ontdekkingsreizigers zijn, het allemaal willen weten. Ik, een spin, waarom een spin? Waarom weet je dat een spin is? Heeft hier 8 poten? En dat die echte interesse, die niet aangrijpen, ja, dat is fout. Alles vertrekken vanuit wat ik in mijn hoofd heb, wat ik aan die kinderen wil aanleren en dat exclusief zeggen dat dat mijn curriculum is, ja, dat is fout.